Goedemiddag Frans, ga zitten. Neem plaats in deze mooie trouwzaal Oosterhout. Welkom. Dankjewel. Frans, zou jij jezelf willen introduceren aan de kijker? Ik ben een Oosterhouter getogen. Ik ben in Tilburg geboren. Ik woon hier sinds 1969. En ik heb mijn hart verpand aan Oosterhout. Ik ben vader, ik ben echtgenoot. Ik ben grootvader, ik ben opa. Dat vind ik hele belangrijke dingen. Bedrijfseconoom, beroepsmuzikant, tekstschrijver. En ik heb hier in het Oosterhoutse gewoon een aantal klusjes gedaan buiten mijn werk. Waarvan ik vond, ja, daar kunnen we in Oosterhout wel wat mee. En dan samen met een heleboel andere Oosterhouters. Ja, en een van die klusjes die jij zo onerbiedige klusjes doen, want je hebt een heel mooie scala aan activiteiten al verricht, waarvan muziek een belangrijk onderdeel is. Ja, muziek speelt een belangrijke rol. Wij hebben, ik heb verschillende dingen in de muziek gedaan, volksmuziek, chansonmuziek, met volksmuziek met de groep Buitenspel en chansonmuziek met de groep Accolade. En als ik dan toch een beetje bij de verwondering alvast een beetje mag aankomen. Precies, ja. Ik woon in de Heilige Driehoek en ik voel me daar heel erg thuis. Dat is heel bijzonder. En ooit heeft de KRO televisieopname gemaakt. Die vroeger is er een lied over de Heilige Driehoek. En ik heb die klus gewoon geklaard. En ik vind het leuk om in het kader van de verwondering over dat prachtige gebied met prachtige mensen, om daar even een lied te zingen. Leuk. Spontaan wat ik heb geschreven. Mooi, dank dat je dat wil delen met ons. Ja, en omdat ik toch al een dagje ouder word, je weet maar nooit. Het lied heet Heilige Driehoek. Daar waar klokken 36 keren slaan, als het elders 12 uren heeft geslagen, is dat reden om mezelf eens af te vragen of de tijd hier soms wat langer stil wil staan. Daar waar klokken 36 keren slaan, waar drie kloosters aan elkander zijn geregen, in een landschap vol van stilte en van zegen, waar de hemel reeds haar voorportaal heeft staan. Daar waar klokken 36 keren slaan, waar de kloosterlingen achter hoge muren hun gebeden naar de lieve Heer toesturen, en zelfs voor zondaars een goed woordje wordt gedaan. Daar waar klokken 36 keer slaan, waar slechts de vogels de stilte doen verstillen, en de bloemen van ontroering laten trillen, en de natuur gewoon haar gang kan gaan. Daar waar klokken 36 keer slaan, wil ik toeven ver van jagen en van jachten, waar ik even kan verzinken in gedachten en mijn zakagenda in de ban gedaan. Heel mooi. Ja. Dank je wel. Ik vind je een troubadour. Ja, dat zeggen we. Voel je dat zelf ook? Ja, ja. Komt een troubadour binnen. Ja. Mooi lied, mooi geschreven. Ja. Het aspect tijd heeft daar een betekenis voor je. Wat zeg je? Het aspect tijd, hè, de klok slaat 36 nou, uur. Nou, ik werd gevraagd om door de KRO om een lied te componeren, maar dat moest binnen 3 dagen gebeuren. En dat moest gaan over de Heilige Driehoek. Ja. En dan, ja, wat rijmt er op Heilige Driehoek? Pannenkoek, onderbroek, daar kon ik niks mee. En toen ben ik achter in mijn tuin gaan zitten, in een soort prieel. En toen hoorde ik dezelfde avond de klokken van de kloosters 8 uur slaan. Ja. 3 keer achter elkaar, soms ook door elkaar, 8 uur slaan. En toen had ik de basis voor mijn lied, daar waar klokken 36 keren slaan, als het elders 12 uur heeft geslagen. Ja, mooi. Heb je af en toe behoefte dat tijd meer stil zou moeten staan voor jou? Voor mij zeker, ja. Ja. Ik ben nog wel een druk baasje. En ik heb pas later op mijn leven, in mijn leven geleerd dat dat stilstaan op zijn tijd, dat dat wel eens handig zou zijn. Ik hou me ook bezig met mindfulness. Mm-hmm. En dat is ook een hele mooie manier
van omgaan met in het leven staan, maar ook technieken om ook met verbijstering en verwondering op een mooie manier om te gaan. Kan je je alleen verwonderen als je stilstaat? Nee. De kans is dat je je beter kunt verwonderen als je ergens oprechte aandacht voor hebt. Mm-hmm. Dus, ja. Kan je een voorbeeld noemen van een moment waarop je heel erg hebt verwonderd? Waarop ik me heel erg heb verwonderd? De geboorte van mijn kinderen. Ja. Jeetje. Ja. En als je ziet de kracht van je vrouw. In dit geval heb ik 2 huwelijken meegemaakt. Mijn eerste vrouw is overleden en er zijn ook kinderen overleden. En ik heb nog een keer, ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja. Geboorte van een kind, dat is, ja, als er iets van verwondering is, dan is het dat wel. En wat je net zegt, hè, ook het overlijden van een kind, dat is verwondering en verbijstering binnen een dagbestek, heb je dat meegemaakt? Nou, de verbijstering die heb ik meegemaakt toen mijn moeder stierf op 37-jarige leeftijd. En ik was 10, de oudste van 4. Mm-hmm. Daarna heb ik meegemaakt, ja, het is nogal een rij, daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben getrouwd. Wij kregen een drieling, Margreet en ik. Daar zijn 2 jongens na 2,5 dag overleden. Mm-hmm. Margreet heeft dat toch in de loop der jaren niet zo goed kunnen verwerken. Of eigenlijk niet kunnen verwerken. Die is 10 jaar suïcidaal geweest. Heeft een einde aan haar leven gemaakt. Dus dat was nummer 3 binnen het gezin. Ik ben 5 jaar later met Elsbeth getrouwd. Wij kregen een dochter. En die sprankelde. Mm-hmm. En die is toch tegen hele zware psychische klachten aangelopen. En die heeft ook een einde aan haar leven gemaakt. Een leven dat op het laatst, dat was ondraaglijk lijden. Ja, verschrikkelijk. Ja. Daar hebben jullie ook de stichting voor in het leven geroepen. Jij bent goed geïnformeerd, maar dat heeft. Het is zo dat Sarah heeft in de tijd dat ze nog leefde een idee dat ze zelf eerder had moeten praten, mm-hmm, over die psychische problemen. Maar nogmaals, niet die zware problemen, maar gewoon lichte dingetjes in de hoogste 2 klassen van de basisschool. En toen hoorden ze van andere kinderen dat die daar ook dat het daar ook zo gegaan is. Mm-hmm. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een oprichting van de stichting Saar is niet gek. Want je kunt met verwondering en verbazing kun je ook wat doen. Ja. Zingeving. Want verwondering, daar kun je blijven staan. Verbazing of verwondering en verbijstering. Maar je kunt er ook wat mee doen. En er is een stichting opgericht en die heeft nou pas een prachtig eenmalig magazine uitgebracht. Wat hopelijk in alle klassen van de basisschool, de 2 hoogste klassen van de basisschool in Nederland behandeld gaat worden. Mm-hmm. Om kinderen in die leeftijd heel lichtvoetig met mentale gezondheid kennis te laten maken. En ook dingen en ook duidelijk maken van, als er iets in je leven gebeurt, een sterfgeval, dat hoort er ook bij. Ja, de mooie zin die daar in me opkomt van jou is, rouwen en verdriet zijn de achterkant van liefde. En dat vind ik ontzettend mooi. De mindfulness, de balans, de verbijstering en verwondering, alles is in balans. En zo hoop ik jou te mogen bezien, dat ik dat een ontzettend veel bewondering voor heb, hoe jij die balans creëert, die leven, met alles wat je meemaakt. Met vallen en opstaan, dat snap je wel. Want het is niet dat het in je koude kleren gaat zitten. Maar het leven mag er zijn in al zijn aspecten. En ook de dood, ik was er natuurlijk al vroeg mee geconfronteerd. En daar ga ik niet allemaal vrolijk over doen. Maar de dood kan je overkomen. Mijn jongste zoon die overleed, die was 1,5 dag. En mijn vader wordt 93. Ja. En mijn moeder 37. Dat is ongelooflijk. En Margreet 45. Ja. En Sarah 17,5. En Joost de tweede 1,5 dag. Ja. Dat overkomt je. Maar ik wil er wel bij zeggen dat dan geen verbijstering meer is. Maar soms wel de verwondering van, gek, ik ga naar het kerkhof toe. En dan bezoek ik ineens 4 graven. Ja, ja. En daar wil ik niet lichtvoetig over doen. Maar
het geeft aan ook een stuk verwondering van jee, wie dat dan ook regelt boven of niemand die het boven regelt. Ik ben een beetje verwonderd dat me dat wel is overkomen. Ja. Maar ik weet wel, het is een opgave van mij en ook van mijn vrouw Elsbeth, die er ook een heel mooi boek over heeft geschreven. Wij moeten daarmee dealen. Ik hoop dat jij hiermee, met deze bijdrage, heel veel mensen hebt mogen inspireren over zowel verwondering als verbazing. Mag ik jou danken? Heel graag gedaan.